naast mij, Gerry Ebbeling. Gerry, jij wil graag iets vertellen over kunst in de etalage. Wat is dat? Nou, dat is een initiatief wat is genomen vanuit de stichting Grote Trek, City Marketing Meppel. En de ondernemers in de binnenstad, waarin we kunstenaars een podium willen geven om hun werken gedurende 3 weken in de etalages van Meppel te exposeren. Wat zijn er voor kunstenaars? Dat zijn zowel amateurs als professionals. Dus het is een hele gemêleerd gezelschap. En we doen dat in het kader van het culturele jaar in Meppel. En zijn het zo willekeurige kunstenaars of hebben die mensen zich ervoor op moeten geven? Hoe is dat gegaan? Nou, we zijn 3 jaar geleden gestart en toen konden mensen zich daarvoor aanmelden. En dat groepje is uitgebreid. We hebben daar wat promotie voor gemaakt via de Uit Meppel agenda. En nou, op een gegeven moment heb je dan voldoende aanbod, want je kunt ook weer niet te veel hebben, om een mooie route te maken. En we staan nu voor Stomerij Mijnen. Die heeft ook een prachtig kunstwerk in de etalage. Wat is de bedoeling? Nou, de bedoeling is dat de kunstenaars hun werk, hun favoriete werk, laten zien. Puur en alleen om het ook laagdrempelig te maken. Dus dat je de kunst voor iedereen op een laagdrempelige manier kunt aanbieden. We hebben daarvoor ook een prijsvraag gemaakt. Zodat we zoveel mogelijk inwoners, maar ook bezoekers verleiden om met die prijsvraag mee te gaan doen. En we hopen dat veel mensen dat ook gaan doen. Je hebt een voorbeeld van die prijsvraag in de handen. Misschien zou je die even kunnen laten zien hoe dat eruit ziet. Wat is de bedoeling? Wat moeten mensen doen? Nou, er zijn afbeeldingen van de kunstwerken staan op het formulier. En de mensen moeten dan op zoek gaan naar de juiste winkel. En wat ze ook nog kunnen doen is dat ze een stem uitbrengen op het mooiste kunstwerk. En het mooiste kunstwerk maakt kans, of de 10 beste daarvan maken kans om mee te doen met het kunstwerk van de week. De winkeliers, Gerry, hoe zijn jullie aan de winkeliers gekomen of is er nog wat leuks voor de winkeliers? Nou, we hebben gevraagd of de kunstenaren ook een winkelier kenden, want dat is het mooiste. Hè? Want dan is er eigenlijk al een contactmoment tussen kunstenaar en winkelier. En daarnaast vinden we het ook leuk als die winkelier een goede match maakt. Dus, dus dat de etalage zo is ingericht dat het kunstwerk ook heel goed eruit komt. Zodat ze er eigenlijk beide wat aan hebben. De winkelier moet er wat aan hebben en de kunstenaar moet er ook wat aan hebben. En de route is ook zo samengesteld dat de mensen onderweg ook rustig even een kopje koffie kunnen drinken ergens. Want de route is best lang. Dus je kunt of even lekker een kopje koffie doen of even een broodje eten tussentijd. Want dat is ook wat we graag willen stimuleren. We willen graag dat de mensen ook lang in de stad blijven. Dus het meedoen staat garant voor een gezellige middag in Meppel? Zeker, dat is de bedoeling ervan. En dat ze ook kunnen genieten van alle mooie talent wat er in Meppel en in de regio is. En ik begreep dat er voor kinderen ook nog iets was? Klopt. Kinderen die kunnen letters verzamelen. In elke etalage is ook een letter verstopt. En die letters maken samen een slagzin. En kinderen kunnen daar een leuke prijs mee winnen. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Is er veel deelname, Gerry? Nou, op dit moment weet ik het nog niet, want we hebben 3 inleverpunten en we hebben 20 januari is de deadline. Dan gaan we ook verzamelen en dan gaan we ook kijken hoeveel mensen daadwerkelijk hebben meegedaan. Jammer genoeg hebben we wel wat regen gehad de afgelopen periode. Dus ik hoop dat het weer ons nu de komende tijd niet in de steek gaat laten. En waar kunnen mensen dit formulier ophalen? Nou, ze kunnen in principe bij alle deelnemende winkeliers het formulier halen. Maar ook bij de bibliotheek, kunsthuis De Secretarie, het stadhuis in Meppel. En daar zijn ook routeflyers. En op die routeflyer staan alle deelnemende winkeliers. En tot wanneer duurt de kunst in de etalage? Het project duurt tot en met maandag 20 januari. Dus volgende week maandag. En nou, we hopen dat er nog heel veel mensen gaan meedoen. Of een stem gaan uitbrengen. Want dat kan natuurlijk ook. En dat kunnen ze doen door een keuze te maken op de website www.meppelmaakthet.nl. Nou, klinkt hartstikke goed, Gerry. Ik wens jullie heel veel succes en bedankt voor het interview. Graag gedaan.